Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de Jan Wagenaar Junior 5 Derby's prijs. En de 8 deelnemers stellen zich op achter de rails van de start uit. Tot 2000 meter hebben ze voor de boeg. De auto vangt de paarden op. De binnenzijde moet nog inschuiven. En buitenom Gypsy Okanje nog. De binnenzijde doet het nu heel vlug. Vertrokken en de start is gevallen met een galoppade aan de binnenzijde voor Lovely Arctic. Ondertussen is de favoriet Lovert Schermer rustig vertrokken. Ligt in zesde stelling. En dat wanneer Gypsy Okanje op achtervolgen is aangewezen. We komen meteen de eerste bocht door en dat doen we met Kubla Libre Ferm. Aan de binnenzijde van Gufo Greenwood. En Gufo Greenwood die neemt het heft in eigen handen. Doet dat met twee lengte voorsprong op Kubla Libre Ferm. In derde stelling volgt dan de met Lovelois Schermer. En we komen het is doorheen de verste bocht. En dat doen we dan met Lotte Lobel wat verderop. Met in de vijfde stelling dan de tribune. Met als koploper Gufo Greenwood. Gufo Greenwood die heeft een 2,5 lengte voordeel op in tweede stelling. Kubla Libre Ferm. En achter Kubla Libre Ferm volgt dan het nummer 2 van Lovelois Schermer. Lovelois Schermer die wordt nu naar het tweede spoor gebracht. En achter Lovelois Schermer kunnen we dan aan de binnenzijde Lotte Lobel situeren met Finn Verkijk en Lover Schermer verder bij in het veld. En we komen doorheen de Klingendaalbocht met een aanval aan de buitenzijde. En zo is Gufo Greenwood niet meer de leider geworden. Maar is Kubla Libre Ferm opnieuw de numero uno in deze koers. En een Kubla Libre Ferm die smaakt als koploper. Met in tweede stelling Gufo Greenwood. Daarachter hebben we op de derde plek Robin Bakker in de Suzuki van Lovelois Schermer. En aan de binnenzijde volgt dan Lotte Lobel die dichterbij komt. Lovelois Schermer met Robin Bakker op in de vierde plek. En dan hebben we de favoriet Lover Schermer. Die heeft dan een lengtevoordeel op de rode kleuren van Icarus O. Zo komen we dan richting de hoek van de baan en hebben we nog altijd onzezelfde koploper en dat is Kubla Libre Ferm met de kampioen van Nederland Jaap van Rijn als koploper. Maar aan de buitenzijde is het Lovelois Schermer en die schermt met gevaar aan de buitenzijde van Kubla Libre Ferm. Ondertussen wordt Lovelois Schermer wakker geschud. Schermer die komt dan opzetten wanneer we de hoek van de baan bereikt hebben. En dat wanneer we de laatste rechte lijn inkomen met aan de buitenzijde nog altijd Lovelois Schermer. Aan de binnenzijde Kubla Libre Ferm. Die gaat nu in galop. Kubla Libre Ferm in galop. En Lovelois Schermer is de leider geworden. En dus hebben we strijd tussen de twee schermers met aan de binnenzijde Lovelois Schermer. Aan de buitenkant Lover Schermer. Lover Schermer aan de buitenzijde van Lovelois Schermer. Ze vechten het uit tot in de laatste meters. Maar het vuur spat van onder de hoeven van Lover Schermer. En hij maakt er een big six van, ongeslagen in 2022. 6 zegens op rij voor Lover Schermer met een lengtevoordeel op in tweede stelling. De oranje kleuren van Lovelois Schermer met Robin Bakker. En die vloerde dan voor de ereplaats Lotte Lobel en Icarus O.